Ja, ik ben Peter Dieleman en ik ben leraar geschiedenis en maatschappijleer. En ik heb deelgenomen aan deze cursus vanwege het feit dat ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil heel graag weten of bepaalde technieken mijn leven kunnen verbeteren. Gevoel kunnen verbeteren. Ik ben zelf een gevoelsmens. Ik reageer heel sterk op andere mensen. Ik kijk vaak naar hun gezicht. En daar reageer ik vaak heel sterk op. Nou, dat kan soms heel heftig zijn. En ik meen dus dat er misschien manieren zijn om mezelf beter te leren kennen en meer te ontspannen. Mijn naam is Dennis Fijn. Ik werk in Middelburg als zorgcoördinator. Oké. Oké. Mijn naam is Dennis Fijn. Ik werk in Middelburg als zorgcoördinator. En daarom ben ik heel erg betrokken bij mijn leerlingen. Er zijn zo'n 1000 leerlingen waar ik een en ander voor moet regelen. En dat is soms best heftig. Je kan je er niet van afmaken door te zeggen van nou, komt wel morgen of overmorgen. Soms moeten dingen gelijk opgepakt worden. En soms komen er veel dingen tegelijk. Dat is stressvol. Ook vanwege de inhoud van het probleem. En daar heb ik toch wel wat problemen mee soms. Blijft in mijn hoofd hangen. Ik voel het aan mijn lichaam, verkrampen, last van mijn rug. Deze opleiding, cursus, ben ik gaan volgen om eigenlijk dat wat tegen te gaan, die stress, om wat daar meer, beter mee om te kunnen gaan. Meer energie te krijgen. En nou, de cursus heeft me zoveel tools gegeven dat ik daar inderdaad dagelijks dat in de praktijk kan brengen. 'S Morgens doe ik dat al, als ik opsta. En ik heb het idee dat ik veel meer dingen kan relativeren. Hoe zwaar een probleem ook is, ik kan het beter handelen. Ik ben Hans Vreken. Ik ben hoofd administratie en beheer van de scholengemeenschap. En ik heb heel veel aan deze cursus gehad. Het geeft structuur aan jezelf. Het geeft structuur aan je dagritme. Dus het helpt je om geconcentreerder je activiteiten te doen. Ik ben Suzanne Woorman en ik ben van beroep trainer, coach. Ik heb een eigen bedrijf. Via een bevriende collega hier van school ben ik hier aan begonnen. Ik denk dat iedereen dit gewoon zou moeten volgen. Alle mensen. Omdat het, er is heel veel stress in de wereld en ook op werkgebied en dergelijke. En ik heb zelf in ieder geval ervaren hoeveel rust het geeft om ook zo bewust met je ademhaling bezig te zijn. En in het werk wat ik doe, werk ik eigenlijk ook heel veel met mensen samen die onder veel stress staan. Vaak financiële problemen en dergelijke. En eigenlijk zou zo'n cursus voor hun echt een aanrader zijn. Dat zou je eigenlijk iedereen moeten kunnen geven. Ja, dus ik hoop ergens dat ik het in mijn werk ook een stukje kan integreren. En meer mensen ermee kan besmetten met dit ademhalingsvirus, zeg maar. Dus, ja. Ik ben Marjo Fey. Ik ben naar deze cursus gekomen eigenlijk door mijn man die op Neolenia werkt. En hij vond het heel fijn dat ik meeging. Ik vind het ook heel goed dat we het samen hebben gedaan. We kunnen ook samen alle oefeningen doen. En ik zocht eigenlijk meer rust in mezelf en meer aandacht voor mezelf. En dat heb ik echt gevonden. Ik stond wat sceptisch tegenover sommige dingen, maar ik moet zeggen dat ik ben heel dicht bij mezelf gekomen. Ben meer mezelf, ben veel rustiger. En ik heb het idee dat ik ook dingen makkelijker aanpak. Ik heb het nog net zo druk als voor de cursus, zou ik maar zeggen. Maar ik pak dingen makkelijker op. Ik stap er sneller op af. Dat heeft me wel veel opgeleverd, toch wel. En ik denk dat het nog wel beter kan. En ik denk dat het ook heel goed is voor mensen om zoiets te beleven. Dus heel dicht bij jezelf te komen. Maak je ook een stukje bewuster van je lijf en waar je mee bezig bent. En ik denk dat dat voor iedereen wel goed is om te doen. Mijn naam is Rudy Deventer en ik ben heel blij dat ik de cursus gedaan heb.
Waar ik vooral veel aan heb is... mijn beroep is natuurkunde en NLT-docent aan het Nehalenia scholengemeenschap. En ik merk vooral in de klas dat ik aanzienlijk rustiger ben en situaties sneller inschat om adequaat te reageren. Bijvoorbeeld 4 HAVO, 32 leerlingen, vaak drukte. Dus ik heb daar geen moeite mee om mensen tot rust te krijgen, maar ik merk dat ik nu de juiste toon raak, de juiste snaar raak. Dat gaat zo soepel, je hoeft niet na te denken, je hebt meteen de juiste toon en de juiste persoon te pakken. Fluitend naar mijn werk en we gaan het nog een tijdje volhouden zo, want wat ik merk, het kost me ook geen moeite om dat die 3 kwartier eerder op te staan om even lekker ontspannen de oefeningen te doen. Ik weet wat voor beloning erna gaat komen. Ook in de relatie merk je dat dat belangrijk is. We hebben ook wat heftige weken achter de rug gehad. En wat merk je met als je de cursus doet, dat je ook qua uitstraling en qua ontspannenheid beter kan reageren op moeilijke situaties. Met de collega's merk ik dat er nu een extra dimensie is. Ik had al een goede relatie met collega's, maar je merkt nu er is een diepere band, een intensere band. Je kijkt elkaar aan, je glimlacht en je weet waar je het over hebt. En je gaat naast elkaar zitten en je hoeft elkaar weinig nog te vertellen. Dus zeker voor scholen en ook in de omgang met leerlingen, mensen die in omgang met leerlingen bezig zijn, zou ik zeker aanbevelen om deze cursus te doen.